Gerard Joling heeft de hardnekkige geruchten over een comeback van de legendarische TV-show Joling Gordon over de vloer ontkracht. Volgens Johan Derksen heeft de entertainer er ook helemaal niets mee te winnen en is het vooral Gordon die dit wel kan gebruiken. Hij is met Bonje vertrokken na zijn lucratieve jaren bij Talpa. Er is er maar één die hier beter van zou worden, al dus Johan. Ze zijn natuurlijk samen heel vermakelijk en dat Gordon het wil, dat begrijp ik wel, want die is uitgekotst door de hele wereld, zegt hij in shownieuws. Hij vervolgt, maar als Gerard het doet, dan doet hij het niet omdat hij Gordon zo leuk vindt, maar dan doet hij het ordinair voor de poen. En dat kan een goede reden zijn als je heel hebberig bent, zoals ik. Als Gerard toch weer in zee gaat met Gordon, dan zou Johan dat ook wel weer begrijpen. Ik kan hem niks kwalijk nemen. Wij vechten elkaar hier al twintig jaar de tent uit, en de hoogte van het contract houdt de solidariteit in stand. En loopt René van der Gijp warm voor een comeback van Geer en Goor? Geer en Goor? woa, Ja, waarom niet? Storybaas Guido, den aantrekker, gelooft weinig van Gerards ontkenning. Als je in Hilversum zegt: er is niks aan de hand, dan is het meestal een keiharde bevestiging. Stelligheid heeft ook zijn duur. Wat ook de mannen van VI zeggen, als er maar genoeg geld geboden wordt, kan alles in Hilversum. Guido denkt hoe dan ook niet dat Gordon nog een vast tv-contract krijgt. Hij heeft natuurlijk. Nou, ik wil niet zeggen een spoor van ellende achtergelaten, maar hij heeft natuurlijk toch. Er hangt natuurlijk altijd een rellerige sfeer rond Gordon. Ik kan me voorstellen dat een serieus tv-bedrijf graag met hem samenwerkt, maar dan gewoon met project. Hij vervolgt, je kunt hem gewoon inhuren per uitzending of serie. Ik denk niet dat er nog één omroep eerlijk gezegd die zich nog voor een paar jaar aan hem gaat verbinden. Of hij moet zich de komende jaren zo anders gaat gedragen. Dat lijkt er niet in te zitten. Er zijn nu alweer voorstukjes te zien van een interview bij Bo van Erve Dorens waarin hij klaagt over karaktermoord. Dat zou natuurlijk over heel veel mensen kunnen gaan. Hij heeft eigenlijk met iedereen die ademt in zijn omgeving ruzie gehad, al dus Guido. Gaat het niet over die ruzie met Evert Santegoets? Ja, maar daar is hij denk ik niet de enige in. Ik heb geen idee wie hij daarmee bedoelt. Nogmaals, wat ik ook zeg, hij heeft gewoon met iedereen ruzie gehad, met mij ook, dus ja. Het kan iedereen zijn.